zijn nu de audities van de One Two Show op het Jan van Brabant College. En daar gaan wij een kijkje nemen. Auditie gedaan bij de One Two Show? Ja, klopt. Hoe vond je het zelf gaan? Het ging wel oké, het kon wel wat beter, maar ja, mijn stem liet het niet echt toe nu. Denk je zelf dat je doorgaat na deze auditie? Ik hoop van wel. Ik denk het ook wel een beetje. Had je zelf goed geoefend of niet echt? Jawel, maar ik zing sowieso eigenlijk heel de dag door. Dus, Jij bent jurylid hier bij de One Two Show. Waarom ben je eigenlijk jurylid? Ja, dat is eigenlijk een aantal jaren geleden begonnen. We wilden een talentenjacht binnen school hebben en toen dachten we van, dan gaan we gewoon beginnen. Wat doe je eigenlijk als jurylid? Ja, we kijken eigenlijk naar de talenten die we hebben binnen school. En we willen natuurlijk ook weten wat ze komen doen en hoe we een avond moeten inkleden. Want je wilt niet al je grootste acts en je beste acts helemaal aan het begin van de avond. Je wilt daar een leuke afwisseling in hebben. En als hier nou zo'n auditant staat die auditie doet, beoordeel jij die dan heel streng of valt er wel mee? Ligt er een beetje aan wie er staat. Kijk, als iemand heel zenuwachtig is, dan wil die juist op een gemak stellen in plaats van streng zijn. Iemand die misschien al jaren meedoet en echt heel goed is en die wat steekjes laat vallen, dan mag je ook best wel eens wat strenger op zijn. Dus dat hangt er heel erg vanaf wie er staat. En wat ga je doen bij de audities? Mijn bedoeling is om te gaan dansen samen met een vriendin. Alleen, zij zit in India, dus ik ga alleen het filmpje laten zien wat we willen gaan doen. En dan kijken of we het op tijd afkrijgen voor de One Two Show. En was je van tevoren voor deze auditie erg zenuwachtig en waarom? Nee, eigenlijk niet. Want ja, dit is mijn vierde keer nu dat ik meedoe. Dus de spanningen zijn er een beetje van af. Show me.